ja, kom. Hand tegen hand tegen hand. Ja! We zijn nu in het Wageningen Stadion. Nederland-Duitsland, de klassieke finale. De hockeymeisjes spelen een wedstrijd waar iedereen al een week lang naartoe leeft. We hebben ervoor gezorgd dat ze deze finale gaan winnen. Gisteravond, kijk maar. Hier in het Novotel in Amsterdam zitten de dames hockeyvrouwen. En die spelen morgen de finale tegen aartsrivaal Duitsland. Wij willen ze geluk gaan wensen door ze wat dingen te geven. Er is één probleem. Niemand mag hier binnenkomen. Ik denk dat we die kamer echt even uit moeten, anders komen we er nooit in Erik uit. Ik heb een kussensloop zodat ze lekker slapen vannacht. Ik heb een favoriete film die ze elke avond voor de finale kijken om te winnen. Ik heb een hockeystick waarmee ze de Duitsers kunnen elektrocuteren. En natuurlijk, een vlag, Nederland, kom al op! Ik loop nu op de gang van de meisjes. Kijk, hier, hier ziet alle namen staan. Kim en Sof, wauw. Minke en Wieke, Co en Veer. Naomi van As en Elle Hoog. Wauw, we gaan even op ze wachten. Oh. Ja, dit zijn de sokken van kampioenen, jongens. We moeten snel maken dat we wegkomen voordat ze ons zien. Dan gaan we gewoon mooi even op een hoekje wachten. Dan gaan we ze iets aanbieden. Daar komt iemand. Ik heb iets voor je, hier. Een DVD, de Notebook. Dat is passé, de Notebook. Ja, dat is niet meer. Shit, we hebben echt ons zo goed... Big Fish, Big Fish geworden. Big Fish. We hebben een opvolger. Ja. Maar de Notebook is zo'n mooie film. Ja, maar we hebben hem nu al 20 keer gezien, denk ik, de afgelopen 4 jaar. Ik heb iets voor jullie meegenomen. Kijk, jullie zaten verstopt net daar. Ja, 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 ik heb jullie. Ja, ik zag jullie al lopen. Maar kijk, ik heb een kussensloop voor jullie. Nee, zet er. CQC, kok. CQC. Dit is onze, ze noemen ons kok. We hebben nog iets voor jullie. Jongens, stick, kijk. Maar dit is een hele speciale stick. Die is namelijk bedoeld om morgen de Duitsers uit te schakelen. Kijk, batterijen. En te elektrocuteren. Lijkt je dat wat? Ja, mooi. Ja. Dat is... Nee, maar het is alleen niet, het is niet meer werk. Waarom is het een verkeerd merk? Dat is jullie worden gesponsord door iets anders. Zo. Een kokstick. Met een kok. Nog één ding. Ik wil morgen als mascotte naar het stadion komen. Hoe moet ik me verkleden? Als Big Fish. Als vis. Als een big als een groot vis. Hé, hey, heel veel succes. Nou, dank je. Ik weet ook morgen als mascotte moet komen. Als vis. Heerlijk, we mogen niet doen. We moeten alleen heel even die meisjes geluk wensen. Oeh jee, ik word echt ook. We zijn dan wel het hotel uitgegooid en dat is niet zo leuk. Maar we zijn wel op die verdieping geweest, hebben Naomi en Ellen gesproken en niemand anders mag daar filmen. Nu moeten ze morgen die finale wel winnen en wij zijn erbij. Beloofd is beloofd, ik heb het vissenpak aan, dus als ze nu de finale winnen, weet ik het ook niet meer. De aftrap is net geweest en Nederland gaat fantastisch. Kom voor Nederland! Woehoe, je kan het! Naomi, deze is voor jou! Ja, het pak begint te werken, hoor. Het pak begint te werken, ja, ja, bijna, bijna. Vis, 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 straal, straal, straal. De Eagles bovenaan, de Eagles bovenaan! Nederland is wel veel beter. Dat komt natuurlijk door mijn prachtige pak. Europees kampioen geworden doordat ik mijn vissenpak heb aangetrokken, zoals de meiden hadden gevraagd. Ik heb met ze gehost, ik heb met ze gefeest, ik heb champagne met ze gedronken, ik heb ze geknuffeld. Nederland heeft Duitsland verslagen en we zijn Europees kampioen! Yeah!